Yo guys, Kletch hier, met vandaag een speciale video. En vandaag is de lang verwachte Parijs vlog. Ik heb wel helaas niet zoveel kunnen opnemen, waardoor het een soort van vlogcommentary wordt. Maar het maakt niet uit, want het kan altijd superleuk worden. Even een korte uitleg. Vorig jaar zijn we 3 dagen naar Parijs geweest en zijn zo van alles gaan bezoeken. Je kent het al. Ik heb er gewoon wat gefilmd en dit is het resultaat. We waren eerst naar La Défense geweest, daar heb ik een timelapse genomen. Die timelapse is niet zo super, nou ik ook niet zoveel tijd had, maar kijk gewoon. Dus als jullie deze vlog leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. Ah. Dit is dus wat er gebeurt als je naar de Mona Lisa wilt kijken. Voor mensen die weten waar de Mona Lisa staat, de Mona Lisa is een klein ding. Oké, okay, dus lopen nu het Montmartre. Oh nee, wat denk ik? Wat was het? Louvreburg. Dus we lopen... Ja, dat is allemaal hetzelfde. Hè. Dus we lopen nu het Louvre uit. Dit is de meest cringe vlog ooit, dat weet ik. Maar ik heb voor alles een first try, so I don't know. We zijn nu uit de... Ah, maar ik weet dat je... De... Dat door een... Allee, door een porno-wiel. Ja, dat is er. Dat ding ook wel weer. 2009. Louvre, en ja, dan gaan we naar het volgende. Allee, ja. Ja! Oké, daarna zijn we geweest naar... Gadverdamme, hoe heet dat? Cibrus en het nieuwe... Ik heb nog één piemel gespot, dus dat gaat wel. Dat museum was zo interessant dat Wijnrecht Chicken Scream hond spelen. Het is een spelletje op je smartphone dat autisme opwekt. Maar dat werkt niet. Ja, dat werkt. Wacht, maar. Ik moet even de goede toon hebben. Reel. Kom maar, nee. Ik ga ze echt slecht. Yo guys, let's hier. We zijn er, man. We zijn er. Club Kinderts. We komen uit Club. Ja, we wachten tot Kinderts. Het open is. We wachten tot het open is. Ja, man. De volgende dag zijn we naar Pantheon geweest en daar heb ik ook een kleine mislukte timelapse genomen. Oké, boys, we zijn nu in het Pantheon. Oké, dit was de meest cringe vlog ooit. Ah nee, wacht, ik heb nog iets. Zo. Okay. Oké, nu zit hij een beetje te fixen. De king goes kra. Skinny king papa. En de poepoe boom. Oké, maar dit was wel een serieuze Parijs-vlog. En was dat leuk? Was het een blauw ruimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer misschien nog eens een vlog of zo van Praag. En die zal dan ook wel over 2 jaar online komen. Ja.